Overigens geschreven en gezegd. En ook met het feit dat jullie vier wedstrijden achter elkaar verloren hebben, dat je dan nu de matchwinnaar bent als verdediger. Ja, dit is mooi. Ik maak zelden goals en dan op zo'n moment, het is top. En ik denk met de groep waar we nu mee verder zijn gegaan, dat we zo hard getraind hebben met z'n allen. En nu de overwinningen eruit slepen. En dan mogen we trots zijn op onszelf. Ben je verbaasd dat jullie nu hier winnen of zeg je er is iets gebeurd in die winterstop? Verbaasd is een groot woord. Echt op de overwinning had ik niet gereden. Ik wist dat het zwaar zou worden. Maar dat zeg ik. We hebben de afgelopen week zo hard geknokt met elkaar. En je weet dat er een groep staat, dus het kon. Is die groep ook ontstaan juist door alle problemen? Dat je dan dichter bij elkaar komt met de jongens die overblijven? Ja, misschien wel. Ik bedoel, het is wat het is. Het is er allemaal niet rooskleuriger op geworden. Maar we hebben besloten verder te gaan en daar ga je er ook voor. Jullie staan nu niet meer in de degradatiezone, één plekje daarboven. Is er nu ook zoiets ontstaan van hoop en van vastberadenheid van wat er ook gebeurt te blijven gewoon in deze divisie? Ja, die was er vanaf het begin af aan al. Ik bedoel, ja, ook voor de winterstop, want toen waren er ook een paar wedstrijden waar op een gegeven moment, ja, het leek alsof jullie lieten lopen een bepaald moment in een duel. Nee, kijk, dat het lastig wordt, dat wisten we toen en dat is het nog steeds. Maar één ding had ik al voorgenomen. Ik ga mijn laatste seizoen ga ik niet degraderend afsluiten. De bestuurlijke rust die nu is weergekeerd, mag je zeggen. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is voor de groep heel belangrijk. En ik hoop dat dat een steentje bijdraagt aan verdere successen. We gaan het zien. Dankjewel.